Mensen, dit wordt Jaddy's moment om te shinen. Wat we gaan Robot Vacuum Simulator doen. Ik weet nog steeds niet wat het is. Nou, het hele idee is erachter. Zijn moeder gaat altijd stofzuigen. Zijn moeder is stofzuigerslavend. Hij is stofzuigerslavend. En nu mag jullie zelf proberen. Nee. Dus nu gaan wij... Nee. Jaddy gebruikt de WSAD om te sturen. En waarom lijkt het zo? Ja, dat wordt zo beter. En je moet... Die prulletjes moet je pakken. Nou Jaddy, je moet stofzuigen. Veel plezier Jaddy. Jongen, mijn moeder is het stofzuigen, maakt me echt leuk. Jaddy, je begint al lekker. Je kunt ook duel mode doen. Wat ja, zullen we kijken of we duel zo straks kunnen. Ja, we gaan zo meteen een duel. We gaan nu duel. Het stofzuigen is wel een beetje langzaam. Jaddy, jij kan ook over het dak heen. Echt? Ja. Jaddy is aan het stofzuigen. Ja, dat was. Jaddy is helemaal aan het stofzuigen. Kom op, Jaddy sneller, Jaddy, je kan ook over het dak in. Hoe kan ik sneller? Is dat de Eiffeltoren? Ja, dat is eigenlijk. Hé, nu stek stil. Kom, Jaddy, ga. Nee, je kunt niet sneller dan dit, Jaddy. Dit is het leven van een stofzuiger. Kan ik dat ding ook afzuigen? De Eiffeltoren? Ja. Dat wil ik niet meer proberen. Jaddy, ga zo over de ga eens tegen de muur aan, Jaddy. Ik moet wel alles hebben. Wat gebeurt er? Niks. Hij denkt dat hetzelfde als zijn moeder. Ik moet wel alles hebben, man. Ik moet wel afzuigen. Straks als een stofzuiger kapot. Ik kan ook gewoon met de pijltjes, waarom met WASD? Ja, weet ik niet, jouw keuze. Je gaat mij verplichten, terwijl ik dat niet eens hoef. Nee, zo is mijn leven. Kom op, Jaddy, stofzuigen. Je hebt wel een blitz ding, Jaddy. Jongen, dit is een echte boss. Het is een echte boss. Dit is Henry de stofzuiger. Jaddy, hij heeft geen zuigkracht, dus je kan er jaren mee zuigen, Jaddy, snuiven. Oh, dit is echt de meest nutteloze game ooit. Ik vind het wel leuk. Het is elke keer dezelfde rommel. Dat zoetje. De stofje. Je had het liedje uit gewoon. Oh Jaddy, je mist weer wat. Jaddy, rechts. Jaddy, rechts. Rechts aan. Jaddy, wat doe ik? Wat gebeurt er als ik een brilletje mis? Ja, dan krijg je een minpunt. Game over. Game over. Ah. Ik moet je moeder je halen. Game over. Ik heb niet goed staat gezorgen. Het is wel cool om naar te kijken. Dit is echt vermakelijk. Hoe kun je nou op het dak... Onder de deur daar, joh. Oh nee, dat kan niet. Nee, je kunt ook nog naar links, Jaddy. Jaddy, pas op je bot. Stel. Stap. Zo meteen loopt hij weg. Wat is dat, man? Dat lijkt wel een darmenacht. Iets of zo. Ik weet niet. Zijn het darmen? Ja, ik denk dat we daar naar links. Jaddy, nog een stof. In de bedroom. In de keuken. Jongen, god is dit, hoor. Je checkt daar. Aan de zijkant. Oh, jongen. Je blijft nog even bezig, Jaddy. Drempeltje op, Jaddy. Drempeltje op. Oh, dat was echt intens. Dat was nog mooi is toch? Dat was een drempel om die code te voorzien. Ja, wie maakt zo'n rommeltje dan? Ik geniet van dat muziekje. Maar ik weet niet wat dat zijn, maar zijn dat allemaal papierpropjes? Nee, het zijn allemaal stofverdeeltjes. Die al bij elkaar gevecht. Dit is weer random, joh. Dit is nu drie klimme rondjes. Nee. Sorry. Ik was eventjes aan kijk, kijken naar dat is zo'n DNA-balletje, weet je wel. Wat best heeft uitgelegd. Wanneer? Of heeft uitgevonden. Echt? Ja. Hoe noemden ze dat ook wel? Oh ja, moleculen toch? Molecuul. Dan moet ik moleculen oprapen. Oh, shit, het uitzicht. Hoezo, het is een plaatje. Het uitzicht. Ik kan mijn huis vanaf hier zien. Maar nu, ik zit in mijn huis. En dit kan je niet onder, dan moet je maar echt met... Jawel, dan kijk. Hoe lang draad is dat ding? Kijk. Wat oh, stegen. Ja, de stofzuiger is draadloos. Het is wel high-tech. Het is een vrachtmaaier, die automatisch vrachtmaaier. Ja, maar dan is stofzuigerversie. Ja. Hey, Jaddy, hoe voelt het nou om je eindelijk eens een keer te stofzuigen? Wat doet mijn moeder met zijn leven met haar leven? Echt waar. Dit is echt de Jaddy's pride. Dit is de hobby van Jaddy's moeder. Als ik dit toch hele dagen moet doen, hè? Ja, dan. We gaan hem wel uitspelen, hè? Echt? Zou er level 2 zijn? Weet je, het is een beetje een 3D Pac-Man, weet je wel? Alleen er zit niemand achter me aan. Ja, en een stuk leuker. Een kat. Een stuk leuker dit. Ja, kom op, man. Ja, maar die FPS is echt smooth. Ja, mooi doen. Als we zijn, dan was dan geen Jody mee. Nee, daarom. Jij dwongen jou om dat dit te doen. Ja, ik heb nog gevraagd wat het was, maar... Vind je het leuk, Jaddy? Het is echt intens. Is het vermakelijk? Nee, wat moet ik erover zeggen?
Oh, er zijn nog twee kamers. Oh, kan je nou even naar? De douche is wel even stoppig. Zou je ook in de wc-pad kunnen rijden, Jannie? Maar je kunt ook op het dak in. Kan ik springen? Dan moet je dat proberen om op het dak in te gaan. Ik zag in een filmpje dat je ook op het dak in. Waarom kan de stofzuiger niet springen met spatie? Ja, die zuigt niet droog. Naast de poppet, ja, die in dat hoekje. Een doekje. Ik heb een omdoekje. Ik heb even stapzik. Oh, in de douche. Oh, zag je die skills? Zag je dat? Ik draaide heel snel. Ik heb er zitten er twee. Oh, er is echt. Ja, Jannie, dit is echt. Oh, ja! Double curl. Alle haakjes van de puntjes afgeruimd, goed zo. Dubbel brulletje. Dit is echt het meest nutteloze spel ooit. Ja, die moet linksaf. Wie heeft het ooit ontwikkeld? Oh, een of andere gast. Wie heeft er nog gedacht van ik ga een stofzuiger maken? Dat weet ik niet, het lijkt wel een frisbee. Ik vind het wel een mooi ontwerp. Jij zei het was een Pokeball, zei het. Ja, maar dat leek wel als je van bovenaf keek. Oh, niet toch? Ik verstap me. Oh ja, er is nog meer, Jody. Wait, there is more! Zouden ze respawnen? Dan blijf je wel even bezig. Kun je hem upgraden? Misschien kun je wel vlammen erop zetten. Speedboat. Ik vlammen werpen. Wat zit er op die button? Wat zou dat doen? Niks. De uit- en aanknop. Klik erop. Hij doet niet. Nul dat je test kreeg. Klik. Werkt niet, Jody. Niet toch? Een touchscreen. Sneller, Jody, sneller. Daar ook nog. Nog twee, Jody. Ja. Misschien ga je dan wel naar een nieuw level of mag je dan nog het dak in scannen? Ik zie iemand over het dak in rijden, ik weet niet of het echt is, man. Nog één! Dat zijn we klaar voor. Ja, die kop! Concentreren! Oh ja, moet het goed gaan, nu moet het goed gaan. Oh, Jordi, iets meer naar links. Dat is Jordi is zo goed. Het zijn gewoon minibaan. Stofzuigen, dat is wel moeilijk. Ja, Jordi is best wel goed in stofzuigen, Paul. Dus hoe je niet bang voor te zijn. Oké. Ik stofzuig hele dag. Ja. Je hebt Monaco eens uitgespeeld. Ja, het was Sebastian Romankis. Hier, kijk, check. Kijk, hij heeft gewoon credits gemaakt en alles heeft hij zelf gedaan. Oh my goodness. Ja, het is zelfs geschreven door. Hij heeft zelfs het verhaal helemaal opgeschreven, zo'n script en zo gemaakt. Hij is echt levenloos, hij heeft wel hetzelfde. Waar is hij? Oh, hij heeft vrienden. Oh, audio. Hendrik. Bjelke. Hendrik. Nee, dat komt hij zelf, ja. Dus heeft hij ook een broer. Lead Pepsi drinker. Acteurs. Niks. Ja, ik snap zo. Philips. Kijk dat liedje. Nou ja, dit doe je auto. Nee, wacht, we hebben nog een duelmode. Du. Is er nog een duelmode? Maar jongens, dat is meer. Wait, there's more. Maar. Nee. Ah nee, ik ga niet kijken. Bloop. Hier, kijk, er was weer een twee andere. Zeg maar. Ja. Ik ga niet helemaal kijken. Denk. Play. Is nu weer terug? Hoe kun je nou bij zo'n kwartspelletje zo lang credits hebben? Nou, je hebt het best lang over gedaan, hè? Duelmode. Tegen wie moet ik dan? Ik niet. Duelmode. Oh, je moet tegen mij, ja. Nu wordt de race tegen de klok. Oh, dat ben je speelt, man. Dat is speelt, man. Ja, moet je even wachten. Kijk, die hebt wel wieltjes onder je. Hier, Niels, ik geef hem nog een keer. Nee, doe het niet. Bumpercars. Jody, ik ben sowieso sneller dan jij. Dan jou. Dan jij. Maar Jody weet al wel alles meer. Dit is niet heel leuk. Oh, waarom maak je een duel mogelijk voor dit? Niels, je had dat propje. Propje niet. Oh, jij gaat voorstaan. Oh, Niels! Ja. Nee, Niels, kom, red score. Yay! Yes. Nee, deze is van Niels. Ja, die pijl, dat is wel lang, oké. Dit is zo prachtig. Oh, jij heeft er nog één gevonden. Grappig hoe lang wij dit kunnen spelen. Ga er langs één, Jordi, middenrips. Het zijn grappig hoe lang we dit kunnen spelen. Twee! Ik heb al twee, Jordi. Deal with it. Ik heb er alleen. Wat zit daar in de hoek? Kijk ze. Ga naar de badkamer, Jordi. Dat is wel heel veel. Dan moet ik naar waar de badkamer is. Waar de bad staat. Ja, maar hoe het... Niels, hoe ga je daar allemaal door? Hoe kun je op het dak hebben en zoek het uit? Ik weet niet of het echt was. Schoon gehackt.
Heel gevallig zijn. Ben ik hier kijk naar Gens rijdt jou die wel. Eeuw. Ik ga naar de badkamer, Jordi. Sala. Ik ben echt gelijk een Sasa, ik sta even een dikke haast. Nu is het niet meer in het geval. Hij is zo slim naar de badkamer gaan, naar de Nul dominate. Je zult zien. Nul zit op rampage, hij valt 3. Oh, het is random spawn. Oh jonge Niels. Het wordt gewoon random gespawn, dus... Hé, hey, ja. Waar de fuck zijn die prulletjes heen? Er ligt iets voor je. Ja, dat heb ik gezien. Ik ga er recht op af. Die kant is hier, die. En die kant is Niels. Oh, het is precies andersom. Nee, je wijst nu naar Jordi's hoofd. Ja, maar ik bedoel in-game. Ah, ik ben rood. Maar dat is duidelijk. Hoop ik. Ik heb geen rood. Nee. Ik ken hem hartstikke rood. Nee. Jordi, hou het in. Ik weet dat je van stof moet niezen, Jordi, maar vandaag niet. Jordi, niet doen. Ik heb al 6 punten, deal with it. Ik ga naar de volgende kamer, Jordi. Jordi gaat een comeback maken. Wat een preuteltje. Iedereen klapt voor Niels. Oh, nou, ik verwacht echt zo. Klap. Klap, maar dan valt weer tegen. Geef mij dan even een staande ovatie. Iemand wat hier moe. Hij heeft al een debuut gemaakt. Ja. Stop zo. Kevin, je zit niet in beeld, weet je wel. Je moet wel een mooie. Je ziet nu Kevin's ervaring. Nee, hey, Kevin, doe je kin maar. Ga maar staan en doe je kin. Kinmodel. Jullie niks als hiermee spelen. Oh, nou, één punt is al erg, maar als je twee aan elkaar zit, dan. Jullie, hey, heb je alles opgeruimd? Nee. Want ik ben naar Kloa. Nee, er zit hier niks meer om de hoek. Ik wil Kevin uitchecken. Game finished. Ja, dat was oneerlijk. Jij speelde vals. GG. Ja, well played. Jij had speedtech. Outro jongens, dit spel is... Geweldig. Afgekut. Door dagelijks aan de... Wat heb je nu